Ja. Je mag beginnen, Charles. Goedemiddag allemaal. Hartelijk welkom bij dit webinar van Vincent Everts en mij. In dit geval gaan we het hebben over social media, de toekomst van social media in tijden van corona. Maar ook wel in tijden van toch veel verwarring in allerlei opzichten, waarbij businessmodellen verkruimelen en andere businessmodellen in rap tempo juist heel veel kracht krijgen. Dat gaan we met een aantal mensen zo meteen bespreken in het komende uur. Jullie kunnen zelf ook in de chat kunnen je meedoen en vragen stellen aan ons en aan onze forumleden. En een suggestie op zijn minst, dat jullie je zouden kunnen abonneren op het YouTube-kanaal als je op YouTube meekijkt. En dan word je voortaan automatisch geïnformeerd over volgende afleveringen van dit webinar. Vincent. Ja, nou, hartstikke mooi. Ja, we gaan het dus hebben over die social media die ons leven beheersen. 96% van Nederland spendeert ook iets van meer dan 98 minuten per dag. En de hele sfeer is voelt voor een heleboel mensen ontzettend toxic. En Charles en ik die krijgen ook regelmatig allemaal, we worden altijd, wat we ook doen, doen het altijd verkeerd. Dat is ook eigenlijk gewoon een measure of success. Hoe meer je aangevallen wordt, hoe vervelender, hoe meer succes dat is. En we gaan ons afvragen, waar komt dat nou door? En wat kunnen we doen om dat te verbeteren? Nou, ik ga even de gasten introduceren. Ik begin met Wouter van Noord. En ik ben een enorme fan van Wouter's nieuwsbrief. Hij heeft een geweldige nieuwsbrief, zou ik ook allemaal abonneren. Waar hij alle allerlaatste dingen van tech zeg maar behandelt. En hij heeft een boek geschreven, Is daar iemand? Die eigenlijk ging over de distraction rondom social media. Welkom Wouter. Hoi, goedemiddag. Charles, op dat moment vertel jij een vraag aan Wouter. Dus Wouter, hoe zie jij de rol van social media tijdens COVID-19 veranderen? Nou, ik heb wel met stijgende verbazing gekeken naar wat er op al die beeldschermpjes zich ontvouwde de laatste maanden. Ik denk zoals bijna iedereen wel. Sociale media zijn natuurlijk een beetje het enige lijntje naar de werkelijkheid en naar buiten geworden in alle lockdowns. En er is natuurlijk al heel veel gepraat en zorgen geuit over die giftige sfeer in allerlei discussies op sociale media. Maar wat mij zo opvalt is het contrast tussen de cohesie dichtbij en de cohesie veraf. En de rol die sociale media daarin spelen. Dat als je uit je raam kijkt tijdens deze crisis, dat je allerlei solidariteit en gemeenschapszin ziet en mensen die elkaar helpen en allerlei buurtplatforms waarop mensen ook aanbieden om boodschappen te doen voor elkaar en elkaar door deze moeilijke tijd heen te helpen. En aan de andere kant, als je op je beeldschermen kijkt, dan vliegt het wereldnieuws je tegemoet en zie je een soort van bijna apocalyp zich voltrekken van giftige informatievoorziening, samenzweringstheorieën, discussies die ontaarden in scheldpartijen en identitaire oorlogen haast. En ja, volgens mij zie je dus heel duidelijk dat sociale media heel goed zijn voor cohesie dichtbij. En zeker in zo'n rampsituatie als we de laatste tijd in hebben gezeten. Maar ronduit rampzalig zijn voor cohesie op grote schaal. Ja. Ja, als jij zou moeten kiezen, Wouter, als ik aan je vraag, is social media uiteindelijk een force for good of force for evil? Goed of slecht? We gaan zo meteen nuanceren, maar wat zou je dan... Je maakt volgens mij al best wel een mooi bruggetje naar Marleen. Volgens mij is haar motto, technologie is niet neutraal. En dus je kunt misschien helemaal niet zeggen, is het een kracht voor het goede of het slechte? Het hangt natuurlijk helemaal vanaf hoe je het gebruikt. En je ziet in dat contrast tussen lokale cohesie aan de ene kant en maatschappelijke cohesie aan de andere kant, dat het er allemaal op neerkomt hoe je die... welke incentives erin zitten, hoe die verdienmodellen werken, maar ook hoe we onszelf gedragen en positioneren op die sociale media. Ja, heel goed. Oké. Dan hebben we Eva Beefting van Maxlead. En Maxlead zit in een geweldig, het oude Jan Bokers gebouw in Oostgeest, zeg maar. En is een bedrijf wat bedrijven helpt om met social media en search en dat soort zaken om te gaan. En zij is expert, senior adviseur op social media gebied. Oké, Eva, in tijden van corona, vertel eens hoe het gaat met de advertentiemarkt. Die moet veel rumoer laten zien, lijkt mij zo. Ja, wat je zag gebeuren eigenlijk nadat
corona eigenlijk groot nieuws werd, was ook gelijk direct paniek ook bij de adverteerders. Budgetten werden teruggetrokken, maar ook wat het mooie ook was, is dat je gelijk ook zag dat er ook kansen gecreëerd werden. Je ziet ook een verschuiving in bepaalde markten. De ene wordt er harder in geraakt dan de ander, en de ander profiteert er ook weer van. Dus bij ons intern hebben we echt vooral gekeken van waar liggen de kansen die hierdoor ontstaan? En hoe helpen we adverteerders in deze moeilijke tijd eigenlijk om daar een goede rol in te geven? Maar is het voor de grote platforms, is het nu booming business? Of zoals je bij andere bedrijfstakken ziet, ellende troef? Waar zitten zij? Ligt aan over, kijk, wij werken natuurlijk voor verschillende organisaties. En als je kijkt naar de e-commerce sector, ja, die gaat natuurlijk, die springt er nu uit. En die haalt hele mooie omzetten in deze tijden. Maar als je het kijkt meer naar bijvoorbeeld de B2B-takken, dan is het daar allemaal wel wat lastiger. Maar ook daarin zijn we wel aan het kijken van hoe kunnen we creatief daar een oplossing in geven. Kijk, wat je zag gebeuren is ook, heel veel adverteerders trekken zich terug. Dus je zag ook direct, ik heb in de afgelopen 15 jaar nog nooit zulke lage inkoopprijzen voorbij zien komen bijvoorbeeld. Dus ja, het heeft op allerlei manieren verschillende effecten met het inkopen. Maar ook jezelf naar buiten treden, zeg maar, als adverteerder zijnde, als organisatie zijnde. Ja, oké. Okay. En dan als derde hebben we Marleen Stikker, die heel dicht onder het wifi punt is gaan staan. En een prachtige achtergrond heeft. En Marleen en ik, die kennen elkaar al heel lang. En Marleen loopt altijd voor. Eerst liep ze gewoon voor met het oprichten van internet in Nederland, de digitale stad. En daarna liep ze ook ontzettend voor om op een gegeven moment te waarschuwen voor de nadelen ervan. Het internet is stuk in 2013, 2014. En ze heeft net een boek geschreven. Het internet is stuk, maar we kunnen het gewoon fixen. Dus dat is ook een positieve kant van het geheel. En dus ik ben ook heel blij dat jij erbij bent, Marleen. We hebben een mooi. Wat jij zegt, dat komt altijd een paar jaar later, komt dat al uit, is mijn ervaring. Ja, Marleen, je staat in het donker, waar ben je? Ik sta in het dorpshuis van Watergang. Oké, het ziet eruit alsof je ergens onder een lantaarnpaal staat, maar dat is niet waar. Ja, ik ben inderdaad een beetje opgeschoven naar de bar. Daar is het wifi-punt, daar is de sterkste internetconnectie. Ik weet niet wat dat betekent, maar... Het is niet een hele dolle boel in die bar, zo te zien. Het is erg leeg hier. We zitten nu allemaal ruimtes om met elkaar toch bijeen te kunnen komen. En nu zitten we in het dorpshuis. Ja. Ja. Heel goed. Vincent noemde al het boek. Het internet is stuk, maar we kunnen het repareren. Wat jij geschreven hebt. Wat gebruik jij nu zelf aan social media? Ja, eigenlijk heb ik alleen nog maar Twitter. Dat is mijn guilty pleasure. En voor eerst probeer ik zoveel mogelijk Google te vermijden. Ook al begrijp ik dat ik nu toch weer iets van Google zit, geloof ik. Wat sociale media betreft, eigenlijk alleen Twitter. Waarom guilty en waarom pleasure als het om Twitter gaat? Nou ja, omdat je net zo... De problemen die bij Facebook en Instagram en al die anderen, die spelen natuurlijk ook bij Twitter. Dus je kan niet vermijden dat je ergens onderdeel van een gemanipuleerd systeem wordt, helaas. Ja, en waar zit de pleasure? Ik heb helemaal afscheiden. Ik heb me dus met dat Facebook Liberation Army ergens in 2014 of zo opgeroepen om je te bevrijden van Facebook. Dat vond ik heel erg prettig. Daar ben ik dus van bevrijd. Maar ik ben nog steeds slaaf van Twitter. Dus dat is allemaal erg betrekkelijk. Waarom slaaf? Wat zoek je er? Wat vind je er? Ik volg een aantal van de mensen die hier hier nu bij elkaar zitten. Ik krijg erg veel goede informatie doorgespeeld over onderwerpen waar ik in geïnteresseerd ben. Maar ik merk ook als ik ietsje afwijk van dat pad, dan zie ik waar Wouter net aan refereerde aan een hele grote ellende en narigheid. En daar ben je dan toch gewoon onderdeel van. Dus dat vind ik soms problematisch. Ja, nee, ik merk het zelf. Ik zit nu op mijn desktop naar een klein groen lampje te kijken. Als ik een rood lampje kijk, als je begrijpt wat ik bedoel, dat brandt nog niet. Of Twitter stroomt vol inderdaad met de meest, soms complimenten, aardige dingen. Maar de bulk is inderdaad dat je hele akelige dingen wordt toegewenst. Maar goed, dat schijnt erbij te horen. Vincent. Hoe zit dat met jou, Charles? Wat gebruik jij eigenlijk voor social media? Wat vind je echt leuk om te gebruiken en wat moet je gebruiken, maar vind je helemaal niks? Nou, ik gebruik ook voor marketing, zeg maar, gewoon dingen bekendmaken die je leuk vindt of interessant of spannend. Facebook en LinkedIn.
En ik ben het meest actief op Twitter. Wat ik ook gebruik als eigenlijk mijn belangrijkste nieuwsbron. Als je het goed inricht en alle rotzooi en onzin eruit gooit. Dus in mijn geval, ik heb nu net een update van mijn boek geschreven. Nou, ik denk dat 3/4 van de dingen die ik uiteindelijk gebruik zijn oorsprong vinden in een hele lange timeline. Met The Economist, met The Guardian, met de Washington Post, met CNN en alles. En denktanks, dat is voor mij echt ideaal. Dat is mijn eerste gang 's ochtends, dus niet naar de krant, maar naar mijn nieuwsfeed van Twitter, waar dit soort dingen allemaal op staan. En tegelijkertijd, wat ik net al even zei, ook door het werk wat ik doe op tv, kun je er niet omheen dat er ook wel heel veel rotzooi naar je toe komt. Dus ik ben af en toe na elke uitzending wel even bezig met blok, mute, maar dat hoort erbij. Ja. Merk jij zelf wel dat er nog onderwerpen zijn waarbij dat sterker is? Als jij over Trump begint of over Black Lives Matter, is het dan de laatste tijd erger geworden? Nou ja, wat ik en onlangs Vincent en ik samen ook gemerkt hebben, is dan hadden we een uitzending onder andere over de mogelijke herverkiezing van Trump. Nou, Vincent, duurde het 10 seconden voordat er echt een barrage van een tsunami aan ellende over ons uitgestort werd. En dat was zo erg. We hebben natuurlijk ook wel over andere dingen gehad die wellicht omstreden zijn, waarbij dat toch minder is. Het gebeurt wel. En moeten we ook vaak tijdens de webinar nog wel mensen zeggen, hup, jij weg. Maar dat valt uiteindelijk mee. Wat me toen opviel bij Trump, dat echt oneindig veel meer was, wat mij op zijn minst tot de veronderstelling bracht, niet meer dan dat, want ik kan niks bewijzen, dat ik dacht van, nou, dat moet, en dat zou jou misschien ook aanspreken als mogelijk gerucht, Wouter, dat moet bijna een organisatie achter zitten, dat als een paar keer het woord Trump ergens valt, dat er een aantal tjuk, jullie weten ook hoe dat technisch werkt, weet ik niet, maar een aantal dingen komen, ook soms met vergelijkbare bewoordingen en formuleringen, dat merk je trouwens ook bij reacties op tv-uitzendingen. Ik weet het niet, dat weten jullie misschien, maar het ziet eruit voor mij als ontvanger, als iets wat georganiseerd wordt. Ja. Nou, we zien hier ook nu in ieder geval welkom allemaal die kijkt. En leuk, we zullen ook zoveel mogelijk jullie vragen meenemen. Om te beginnen hier, Wouter, dat is een leuke. NRC, Trouw, Volkskrant, Telegraaf en NOS zijn afgedaan. Dus dat is een leukere binnenkomen. Ja, lekker binnenkomen. Ja, nou, dat soort geluiden bereiken mij natuurlijk ook regelmatig. Via... Ja, maar volgens mij gaat het prima met jullie abonnementen en ook prima met jullie views. Hè? Van hoe zijn jullie als... Hoe tegen... Want jullie gebruiken ook social media, alleen je zit natuurlijk met die paywall waar je dan moet balanceren. Maar... Het gaat commercieel gezien bijna beter dan ooit met NRC. Ik denk juist in de giftige omgeving van sociale media en nepnieuws dat mensen houvast zoeken bij de wat bekendere nieuwsmerken. Maar er zit natuurlijk wel ook wat reële kritiek in al die boosheid die er nu rondgaat over de mainstream media. En zeker in de coronapandemie denk ik dat we ook wel kunnen constateren dat mainstream media, waaronder de NOS, waaronder NRC, ook duidelijk fouten hebben gemaakt in de verslaggeving en daar niet altijd even goed verantwoording over hebben afgelegd. En ik maak me wel wat zorgen dat we door daar niet goed verantwoording over af te leggen, door niet goed te corrigeren voor onze eigen fouten, meer zuurstof dan nodig geven aan dit soort boosheid en wantrouwen ten opzichte van mainstream media, want die is natuurlijk niet van gisteren en die is door de pandemie wel weer behoorlijk wat aangewakkerd. Dus ja. Er zit wel ook iets reëels onder, denk ik. Ja, ik krijg nu zelf ook heel veel van dit soort... Ik word zelf heel veel aangevallen. Ik heb bijvoorbeeld mensen als... tijdens de coronavirus heb ik mensen als Maurice de Hond geïnterviewd. Nou, dan krijg ik weer een ongelofelijke bak met mensen over me heen. Hoe ik nou bijvoorbeeld Maarten van het Parool, de wetenschapsjournalist van het Parool, die mij echt gewoon een ontzettend gekke Henkie vindt, dat ik zo'n man, dat ik zo'n Maurice interview. Terwijl ik vind dat hij interessante dingen te zeggen heeft. En nu eigenlijk 3 maanden later is het is 3/4 gewoon overgenomen van de New York Times en de Wall Street Journal, de WHO. Ja. En aan de andere kant, dit soort dingen over de vragen over censuur, die komt ook altijd van, daar komen we ook straks wel verder op terug, over nu al die platformen gedwongen worden om zich bezig te houden met de inhoud. En dan krijg je ook inderdaad dat een van mijn interviews met Maurice de Hond verdween op een gegeven moment op YouTube. Terwijl het echt niet dat hij iets radicaals zei. Hij zei, gooide een schoen naar de tv. Hij was daar bijzonder boos over. Dus dat is eigenlijk ook interessant. We gaan eerst even... Wat jij zegt, Vincent, dat vind ik wel interessant als ik daar even iets over mag zeggen. Je refereert aan Maurice de Hond. Hè? Die discussie gaat dus helemaal om de persoon Maurice de Hond. En of hij fout of goed is. En of Jaap van Dissel moreel superieur of juist inferieur is aan Maurice de Hond. En dat is volgens mij heel exemplarisch voor hoe al die sociale media discussies die aan het ontsporen zijn. Die gaan niet meer over de inhoud, maar die gaat over identiteit. Die gaat over morele superioriteit van individuen in plaats van over de echte onderwerpen zoals bij Maurice de Hond zou het kunnen zijn, aerosolen, bij Black Lives Matter zou het kunnen zijn, systemisch racisme.
En ja. De dynamiek op sociale media geeft op een of andere manier voorrang aan aanvallen op de man, op identitaire oorlogen, ja, in plaats van op inhoudelijke discussies. Dus... Maar toch, Wouter, het is een mooi voorbeeld natuurlijk, wat een discussie is die heel veel mensen beroert, waar ze zich over opwinden. En van deel gaat het inderdaad over Maurice, dat zie je natuurlijk heel veel. Maar tegelijkertijd, de discussie die hij aangezwengeld heeft, heeft ook via social media ook inhoudelijk een verspreiding gekregen die in de oude wereld, zal ik maar even simpel zeggen, zeker, totaal ondenkbaar was. Dus zeker, ja, aan de marges zie je de gekkigheid. Maar nogmaals, ik heb een mute- en blokknop en dat ben ik heel erg blij mee. Ik zou ook heel graag willen dat bijvoorbeeld Twitter en Facebook automatisch anonieme accounts uit mijn systeem weg zouden halen. Automatisch, heel graag een knop van geen anonieme accounts. Maar goed, dat is voorlopig niet zo. Maar ik ben toch optimistischer. Ik volg natuurlijk heel veel dingen in de Verenigde Staten. Nu uiteindelijk van Black Lives Matter. Ja. Het is nu een hele interessante discussie gaande of links in Amerika niet te intolerant wordt. Je moet wel politiek correct zijn enzovoort. J.K. Rowling is nu in de band gegaan omdat ze niet genoeg pro-transgender was. Enig, hartstikke leuk. En dat is heel inhoudelijk, los van het gescheld, aan de marges. Maar de bulk, wat ik zie, top. Ja, maar misschien zijn dit ook wel de uitwassen van iets veel groters. Hè? Jan Rotmans, de transitiehoogleraar, die zegt het altijd mooi, dat we niet in een tijdperk van verandering leven, maar in een verandering van tijdperk. En ik geloof dat heel erg, dat van top-down we naar bottom-up gaan. En dat dit nou eenmaal een beetje de pijnen zijn die daarbij horen. Tegelijkertijd zitten er in de verdienmodellen en de algoritmes van Twitter en Facebook ook wel zulke verstoringen dat er misschien wel nodeloos gif in die discussies wordt gebracht. En emotie nodeloos wordt uitvergroot. En die op de man-achtige praktijken en identiteiten die er een rol in spelen, nodeloos uitvergroot raken. We gaan even beginnen met de discussie. En ik wil eerst even iedereen vertellen dat je vooral naar Mark Rutte moet luisteren, maar hem absoluut niet moet geloven. Ja. Dit is even een... de uitgebreide tijd van sociale media is voorbij. Een beetje over de hype heen. Het is echt gewoon wel interessant om te zien hoe hij dat ziet. Van... hier heb je even wat even over wat, hoe het gaat met het percentage mensen dat WhatsApp gebruikt. En Facebook heeft een kleine dump gehad. Nog ineens veel. Maar YouTube blijft stijgen. Instagram gigantisch blijft stijgen. TikTok is nu enorm actief. Er zijn dus nu 12,5 miljoen mensen die WhatsApp gebruiken. En totaal gebruiken mensen nu 96 minuten gemiddeld. En jongeren zeg maar 140 minuten. Dus wat dat betreft is dat gewoon gigantisch hoe sociale media gebruikt wordt. Als je dan kijkt van hoe het hoe die verschillende netwerken, hoe het daarmee draait in even kijken wat andere statistieken. Dit is het aantal. Je ziet nu dat TikTok is net hier is net begonnen met 700.000 en 12 miljoen mensen met WhatsApp en Facebook 10 miljoen en YouTube 9 miljoen. Maar er zitten wel aardige verschillen in. Dit is de groei. Er zijn 700.000 WhatsApp mensen bijgekomen en ook 700.000 mensen in TikTok. Mijn dochter is compleet verslaafd aan TikTok en dat is wel erg grappig om te zien wat voor soort. Hè. Bij Instagram is alles altijd mooi en altijd mooier dan de waarheid. En bij TikTok is alles een beetje rauw en rauwe video's. En Pinterest is ook alles weer mooi. Je hebt hele verschillende culturen in de netwerken die ook bij verschillende soorten mensen zeg maar horen. Dus for one size fits all. En de tijdsbesteding is ook inderdaad ook gewoon totaal verschillend. Als ik dan even kijk naar, dus maar in ieder geval de tijdsbesteding is niks mis mee. En ook verschillende soorten netwerken met verschillende soorten karakters is ook niks mee. Dus dan even kijken naar de advertenties, Eva, van het geld waar Facebook 70 miljard aan verdient en Twitter 15 miljard of 13 miljard en Google ook in de buurt meer dan nog dan Facebook. Hoe staat het daarmee op dit ogenblik? Nou ja, je ziet natuurlijk dat de laatste trend is dat de grote organisaties zoals een Starbucks en de andere partijen, die zijn natuurlijk nu een boycott op Facebook aan het uitrollen. Wat interessant is om te zien, dat hebben we nog niet eerder meegemaakt. Maar je ziet uit onze ervaring bij de klanten die wij hebben, is dat het advertentiegeld teruggetrokken is. Wat heeft niet alleen met die boycott te maken, maar ook met de coronatijd. Wat ik net eigenlijk ook even toelichtte, is dat mensen het idee hebben dat het niet het moment is om te gaan adverteren, omdat mensen online
beïnvloed worden door het coronavirus. Dus we hebben gezien dat het advertentiebudget teruggetrokken is op basis van die ontwikkelingen. Maar als je het kijkt in hoe dat nu zich weer aantrekt in een hele korte tijd, dat je de corona maatregelen versoepelen, nou, dan zie je direct ook de invloed op het advertentiebudget ook die gelijk stijgen. Het wordt ook weer duurder om te adverteren. Dus dat is heel erg met elkaar verbonden. Maar als jij kijkt, denk ik, over het hele jaar, dat Facebook gaat hier niet onder lijden uiteindelijk. En ik zie ook even nog refereren naar die boycott die op dit moment plaatsvindt. Want ik denk niet dat Facebook daar nu op dit moment heel veel van voelt. Laat ik het zo zeggen. En dat vind ik eigenlijk best wel jammer, want het initiatief is natuurlijk heel mooi. Maar even overal, voordat we nu echt in de totale actualiteit in zitten. Online media en online en daar is, zeg maar, is meer dan 50%. Het is meer dan tv, het is veel meer dan de kranten, magazines. Ja. Dat is allemaal gedecimeerd. Ja. En de tv gaat sterk naar beneden. Maar dan hier zie je een beetje hoe online media verdeeld is. Display is totaal 182 miljard euro. Was echt gewoon dat is alleen al gewoon meer dan tv. En dan search is 114 miljard, dus dat, zeg maar, Google is dat. En dan social media display, dat is dan Facebook. En, en nog een paar andere is 96, waarvan Facebook dan 70 miljard heeft. Maar dus online media domineert eigenlijk aan alle kanten. En social media is net zo groot, bijna net zo groot als search. Dat zijn de twee powerhouses, Facebook en Google. En, ja. En als jij gewoon als ondernemer afgesneden wordt van Facebook, kan dat? Of Google? Kun je überhaupt nog overleven in deze wereld zonder die twee reuzen? Ja, je zou zeggen van niet. Ik denk dat het in ieder geval een hele grote impact maakt op jouw business. Maar dat is ook wel afhankelijk van hoeveel jij afhankelijk bent met jouw mediabudgetten waar je het op besteed hebt. Kijk, als jij als organisatie in de e-commerce wereld, kan het zomaar zijn dat jij 90% van jouw budget bijvoorbeeld op social media wegzet. Als je kijkt, 56% van social media gebruikers gebruiken dus social media om producten te bekijken. Je ziet ook dat 74% van de consumenten zijn afhankelijk van social netwerken. Die combinatie zorgt er ook gewoon voor dat er een bepaalde vraag is vanuit het publiek. Dus het is logisch dat als jij als social media kanaal, heb jij gewoon heel veel invloed daarop. En ik denk dat als organisatie word jij een soort van afhankelijk van hetgene wat jij daarmee kan genereren. En dat staat nog even los van branding en sales. Maar die twee onderdelen zijn ontzettend belangrijk voor jou als ondernemer zijnde om jezelf te laten zien, maar ook te positioneren. En daarin zie je gewoon dat Facebook als organisatie daar heel veel macht ook in heeft. Hè? Dus we hebben wel eens gehad dat een organisatie zijn creditcardlimiet bereikt had. Nou, dan moet je even bedenken dat die organisatie miljoenen qua geld instopt per maand om iets te bereiken. Dat kan zijn naamsbekendheid of maar directe sales. En dan kom je op het punt aan dat je account geblokkeerd wordt. Er wordt gewoon niks meer uitgegeven. Dat moet je voorstellen wat voor impact dat heeft voor zo'n organisatie. Dus ja, je zou wel kunnen zeggen dat zo'n organisatie niet voor 100%, dan geloof ik niet dat die afhankelijk is van social media kanalen, maar dat het wel een hele grote impact heeft. En dus dat er wel een bepaalde afhankelijkheid ook in zit. En alleen, hoe gaat zich dat ontwikkelen in de komende periode, naar jouw oordeel? Hoe die afhankelijkheid blijft staan, ja, dat vind ik moeilijk om in te schatten. Ik verwacht zeker, ik vind het een mooi initiatief, omdat de reden waarom mensen hun advertentiegeld nu terugtrekken, dat is natuurlijk, weet je, daar zit een goede reden achter. Ik weet niet of ze het voor elkaar gaan krijgen als organisaties zijn, omdat die onafhankelijkheid erin zo groot is. Dus als organisatie kun je zeggen, ik trek mijn geld erin terug, maar ja, zoals ik net aangaf met die hoge percentages qua consument zijnde die daar ook daadwerkelijk aankoop op doet, dus als organisatie ga je er omzet op missen, is dat dan de juiste oplossing? Of zouden we naar een andere manier moeten kijken daarvan? Dus ik verwacht, ga je gang. Dus ik verwacht, zeg maar, qua advertentiebudgetten, dat het in principe, dat meerdere partijen hier, als we met z'n allen sterk zouden zijn, dat daar dit zou verder kunnen ontwikkelen. Maar ik weet niet, ik vind het lastig om in te schatten of wat die impact, hoe lang die gaat duren en of organisaties daar zich bij aan zullen sluiten. Ja. Ik ben benieuwd van jou te horen, Marleen. Ik vind een van de meest fascinerende discussies altijd op dit terrein het verschijnsel de creative destruction die we allemaal kennen. Dat uiteindelijk in tijden van veranderingen oude modellen verdwijnen, nieuwe erbij komen.
En als je daarin terugleest, dan lees je heel vaak dat mensen op een bepaald tijdstip denken van ja, dat was in het verleden zo, maar degenen die nu heel groot en heel machtig zijn, dat waren de American Steels, de IBM's enzovoort uit het verleden, die zullen nu echt niet omrollen. Elke keer zeggen mensen, this time is different. Zeg jij nu, kijkend naar die Frightful Five, de Amazons, Apple, Google, Facebook, Microsoft, zeg jij nu, die zijn onaantastbaar, of krijgen we uiteindelijk ook daar de creative destruction die zijn werk doet? Wat denk je? Nee, waar we nu naar luisteren, wat we met elkaar nu delen, is zeg maar, hoe het ervoor staat. En ja, dat is niet rooskleurig, om het maar heel simpel te zeggen. Desastreus zelfs. Er ligt macht bij partijen die daar niet zou mogen liggen. Er ligt accumulatie van kapitaal, wat daar niet zou mogen zijn. Accumulatie van data. En vooral eerst maar eens te constateren dat die informatie en die data daar en die macht daar niet hoort te liggen. Betekent ook dat, en dat in, laten we zeggen, dat was ook al in 1989 bekend. Dus het is niet iets nieuw. Ik wil even te zeggen dat deze accumulatie van macht in het digitale domein niet met een enkele partij terecht moet komen. Zeker niet met commerciële of winstoogmerk. Was al echt van allereerst moment bekend. Dat we iets als een digitaal publiek domein zouden moeten creëren vanaf de jaren 90. Ja, dat zijn we kwijtgeraakt. Dus dat was mijn verhaal over het internet is stuk. Het is kapot. Dit deugt niet. De afhankelijkheden zijn te groot. Inclusief ook manipulatie van verkiezingen, sociale media en dergelijke. Waar je zelf over had. Je weet echt niet, zijn het echte mensen of zitten daar bedrijven achter die ingehuurd worden door maken politieke belangen. Het is echt niet een beetje. Het is niet alleen, dit is echt heel erg ernstig. En onze soevereiniteit staat op het spel. Dus heel vaak hebben we een discussie gehad over privacy. Maar het is veel meer wat op het spel staat. Onze soevereiniteit van staten, van individuen, van bedrijven, van organisaties. Dus wat ik nu zie, en dat is ook waarom ik heel optimistisch mijn boek eindig met een hoofdstuk over we kunnen het repareren. Is dat er een samenspel is nu. Wat kan zorgen inderdaad dat de wat lijkt als een macht wat niet meer te breken is, dat wel degelijk breekbaar is. Maar dat we dat zouden kunnen breken, mits we dan al die facetten ook werkelijk in stelling brengen. En één daarvan uiteraard is opbreken van Big Tech. Er zijn al een aantal scenario's voor. Eigenlijk kun je dat heel goed vanuit mededingingsbeleid doen. Dat is al eerder vertoond ook in de geschiedenis. Ook hele grote concerns en machtsblokken zijn opgebroken. Alleen al door bijvoorbeeld een wet op utility platforms te introduceren, waarbij utility platforms niet ook de data van de personen mag hebben. Als je dat scheidt, dan ga je al een heel groot deel van die macht uit elkaar trekken. Maar ook dat één partij niet in meerdere sectoren actief mag zijn. Dus dat je niet en in retail, en in cloud, en in farmaceutische industrie, en dergelijke. Dus dat je zorgt dat een Amazon bijvoorbeeld niet zoveel macht kan consolideren op al die verschillende gebieden. Dus ja, break a big tech, maar ook werken aan alternatieven. En vooral gewoon datgene wat we in plaats hebben aan rechtsorde gaan toepassen. Dus zorgen dat datgene wat niet mag, ook werkelijk niet mag. En Europa speelt daar een belangrijke rol in. Dus ik denk dat daar, ik snap heel goed dat adverteerders een factor kunnen zijn. Maar die gaan het zeker niet alleen redden. En je zal het gewoon echt vanuit rechtsorde en vanuit boetes en wetten voor elkaar moeten krijgen. Ik denk wel dat die advertenties best wel een belangrijke factor zijn. Los van de rechtsorde en het opbreken van big tech. Als je het hebt over die polarisering die de laatste tijd zichtbaar is, dat hangt volgens mij best wel samen met het verdienmodel. Die bedrijven verdienen geld door advertenties op maat te maken en hebben er dus belang bij dat mensen in netjes afgebakende doelgroepen te bereiken zijn met advertenties. Dus als ze dat verdienmodel optimaliseren met algoritmen, leidt dat ertoe dat mensen eerder van elkaar gesegregeerd raken dan dat het een geheel wordt. En wat je nu ziet bij die adverteerdersboycott, ik ben het helemaal eens met Eva, ook als je die cijfers erbij pakt, het gaat nu in die boycott om 4 miljard, terwijl de jaarlijkse omzet van Facebook in de orde van 70 miljard is uit advertenties. Dus dat is nog maar klein bier. Maar het laat in ieder geval zien dat er een maatschappelijke beweging op gang aan het komen is. Dat verdienmodel aanpakt en aanvalt. En dat zie je laatst ook in de Europese Unie. Daar is een motie aangenomen om überhaupt op maat gemaakte advertenties meer aan banden te leggen. Dus je hebt misschien niet meteen alle democratische instituties tegelijk nodig. En je kunt je wellicht best goed richten op dat verdienmodel om de ergste problemen in eerste instantie al aan te pakken.
Ja, nou, ik ben oud genoeg om mij de discussie goed te herinneren over Microsoft Explorer. Dan weten jullie wat ik bedoel. De monopoliepositie van Microsoft Explorer destijds als browser. Ik heb het laatst even mijn kinderen uitgelegd. Die zeiden van, really? Ik zei, echt waar. Dat was een geweldige discussie. De EU heeft daar heel veel tijd en moeite in besteed om dat klein te krijgen. Maar uiteindelijk was het toch vooral de markt die het klein gekregen heeft. Omdat er concurrenten ontstonden. Dat bedoel ik eigenlijk met die notie van creative destruction. Maar je moet echt op heel veel vlakken tegelijkertijd. Dus het feit dat het wel ook duidelijk is dat die Android en apps, Apple een soort duopolie hebben op apps. Mm-hmm. Ja, je moet dan ook wel echt gaan werken aan een onafhankelijk platform naast deze twee partijen. En verplichten dat apps ook daarop aangeboden kunnen worden. En niet puur alleen maar aan Apple gekoppeld kunnen worden. Je zal ook echt in die technologische stack heel wat stappen moeten zetten om af te dwingen dat mensen niet in die duopolies terechtkomen. Of in andere varianten van dat je ingesloten raakt in de browser, de app stores, de applicaties. Tot en met zelfs dat bepaalde functionaliteit in de hardware is ingebouwd, zoals nu rondom die COVID-apps. Ja. Dus we hebben voor de Tweede Kamer, die had een derde commissie Digitale Toekomst, die met al dit soort vragen, wat moeten wij dan als volksvertegenwoordigers doen? We hebben daar vanuit de WAAG en een aantal partners een routekaart Digitale Toekomst voor gemaakt, waarbij je echt visie gaat ontwikkelen op alle elementen. Dus ook het feit dat wij zomaar zonder enig problemen 5G gaan toepassen, hoort ook bij die discussie. Die kritische notie over technologie moet echt in alle facetten van de samenleving aanwezig zijn. In de volksvertegenwoordiging. Maar ook, je moet ook adverteerders gewoon ook zeggen, hoe kun jij adverteren in een medium wat verantwoordelijk is voor ernstige verstoring van de sociale cohesie. Het is gewoon, dit moet ook tot een gezamenlijk gedrag horen dat je daar niet aan wil bijdragen. Ja, begrijp ik. Daar gaan we even over praten, want dat is eigenlijk een beetje het thema van vandaag. We gebruiken het heel veel en de meeste mensen die zijn er eigenlijk ook zodanig verslaafd aan dat ze er niet vanaf kunnen blijven. En als je ook vraagt aan ze van ben je tevreden over, dan zijn de meeste mensen eigenlijk, die vinden het ook gewoon echt lekker. Ik bedoel, zonder WhatsApp zouden mensen niet kunnen leven. Wij zitten hier met Twitter. Nee, hoor ik wel andere geluiden hoor, Vincent. Maar als ik het gewoon vraag aan Nederland, als je gewoon vraagt welk sociaal netwerk zit je en hoe tevreden ben je, dan is die tevredenheid in ieder geval een stuk hoger dan over het parlement, de rechtspraak of zeg maar de gemiddelde bedrijven. Wat is het punt niet? Want kijk, als jij de supermarkt instapt, dan weet je dat het meeste eten wat daar is, dat je daar niet ziek van wordt. Als jij nu een app store, een app downloadt, weet je bijna zeker dat het jouw rechten niet in acht neemt. Maar Sociale media. Dat is, ik zeg ook niet dat we geen sociale media zouden moeten hebben. Nee. De verdienmodellen van die partijen deugen niet. En die moeten aan banden gelegd worden. Heel simpel. Daar wil ik ook helemaal niet in discussie over gaan. Ik wilde eigenlijk even inzoomen op het feit. Waar komt dat negativisme vandaan? Van de meeste mensen op social media, die zijn uitermate prettig en plezierig. En ze ondersteunen, hè, wat Wouter zegt. En er schijnt iets van 1-2% te zijn die enorm ruzie aan het stoken is. En die ook een proportioneel groot gedeelte van de beeldvorming bepaalt. Waar komt dat negativisme vandaan? Zijn dat alleen maar trolls? Of zijn dat gewoon mensen die ontevreden zijn in hun gewone leven? Het is een klein percentage wat heel erg helpt. Hoe komt dat? Ze zeggen dat die 1% zelfs voor 80% een rol daarin speelt. Dus dat is bizar hoog. Ik vraag me ook af, want ik denk dat we, als je kijkt naar verantwoordelijkheid nemen, dat is waar we het eigenlijk ook nu over hebben, zijn de mensen zelf natuurlijk die daar ook een grote rol in spelen. En je moet je dus eigenlijk afvragen wat inderdaad de drijfveren is van die 1% om voor die 80% te zorgen. En ik denk zelf, als ik daar doorheen ga, is dan vaak zit 9 van de 10 keer de persoon die dat doet ook anoniem dat aan het verspreiden. En daar zitten bepaalde bewegingen van die persoon achter dat hij dat doet. En die bewegingen ken ik zelf niet, dus ik kan dat heel moeilijk invullen voor iemand. Maar daar zit een bepaalde verslaving in of een vorm van aandacht. Daar zit een reden toe. Daar wordt nog, naar mijn mening, nog te weinig naar gekeken waar dat dan vandaan komt. Daar ben ik heel benieuwd ook naar. Ja, jij wilde heel graag, Charles, jij verzuchtte, als ik gewoon iedereen die zich niet, die anoniem is op Twitter,
Als ik die zou kunnen blokkeren in één keer, dan zou ik dat heel graag willen doen. Klik. Pech. Maar ja, nee, het is er niet. Het businessmodel van deze jongens en meisjes is natuurlijk drastisch ondermijnen. Aan de andere kant denk ik, en dat daarom wat ik net zei over die creative destruction, als er een aanbod zou komen van een sociaal platform waar ik aan nuttige en voor mij onmisbare informatie aan mijn trekker zou kunnen komen, gekoppeld aan deze voorziening, dan zou ik Twitter onmiddellijk afschaffen. Los van de vele volgers die ik in de loop van de jaren verzameld heb. En wat voor mij ook qua marketing en zo. En dingen die ik doe hartstikke handig is. Maar ik zou onmiddellijk overstappen als al die anonieme rotzooi weg is. Echt onmiddellijk. Maar ik denk niet dat het alleen maar ligt aan die anonieme trollen en die 1% hoor. En dat, ik bedoel, ik ben laatst ook een beetje in de data gedoken. Je hebt van die mooie onderzoeksprojecten die dan steekwoordenanalyse doen en op basis daarvan een beetje meten wat de stemming is op Twitter. Ik kan misschien wel even delen. Graag. Even kijken hoe ik dat handig doe. Share screen. Ik laat even nog wat vragen zien hier van mensen, of opmerkingen eigenlijk. Tot nu toe krijgen we nog niet zoveel vragen. Hoewel voor Charles was wel een aardige van hoe dat zit. Charles, die kun jij mooi even beantwoorden terwijl hij het deelt. Is het niet lastig voor jouw geloofwaardigheid dat je voor de MSM, wat is de MSM, wat is dat? Mainstream media. Mainstream media. Dat is alles wat media. Nee, kijk, wat ik hier zit te doen, terwijl we praten hier en wisselen dingen uit. Het is ietsje meer low-key. En er lopen hier iets minder mensen omheen. Er staan iets minder camera's omheen dan vergeleken met wat ik vanavond weer ga doen. Maar het is in feite niet anders dat ik nieuwsgierig ben naar opinies en van anderen en nuttige informatie. Dus dat is niet heel anders. Het komt een beetje voor. We hebben een paar weken geleden ook wel die mensen van viruswaanzin aan het woord gelaten. En dan krijg je dus gelijk heel veel felle reacties. En dat zouden wij in die vorm, in dit geval bij Op1, niet zo eenzijdig gedaan hebben. En wij hebben toen, Vincent en ik, besloten, dat doen we deze keer wel. Het is gewoon interessant om die mensen aan het woord te laten. En vertel maar, dat speelt ook een duidelijke rol in de discussie. Dus dat kan er wel een verschil zijn. Dat zouden wij in die vorm bij Op1 niet doen. Maar tegelijkertijd, ik blijf journalistiek bezig. En wat ik ontzettend charmant hier aan vind, en ook qua technologie, hoe simpel wij het hier met z'n tweeën gewoon kunnen doen. Ik vind het zo ontzettend leuk dat je dat gewoon zo makkelijk kunt doen en dat je meestal nog een paar duizend mensen hebt die er in de loop van de dagen naar kijken, is helemaal dubbel meegenomen. Ja, ja, hier is jouw plaats. Ja, het is niet een heel duidelijk grafiekje, zie ik, maar je ziet het sentiment op Twitter door de laatste jaren heen. Dus de grafiek die begint in 2009... En je ziet, nou ja, dat golft altijd een beetje heen en weer. Dat is een beetje cyclisch, dat sentiment. Tot, 2011. Eigenlijk vanaf het moment dat die online advertenties en de macht van internetplatforms totaal dominant begint te worden. En dan zie je een soort van meltdown van de sfeer. Met als absolute dieptepunt de afgelopen paar maanden met eerst de pandemie en toen het politiegeweld in de VS en de protesten daaromheen. Maar volgens mij zie je dat het niet alleen maar is dat die giftige discussies een wapen zijn gemaakt door anonieme trollen en zo, maar dat er gewoon ook reëel een veel negatiever sentiment heerst op sociale media. De vaststelling dat discussies nu aan alle kanten ontsporen en giftig zijn is niet alleen maar een soort van romantiek van vroeger was het beter, maar is ook gewoon meetbaar. En wat volgens mij wel onderschat wordt, los van de algoritmes en de technische oorzaken voor al die giftigheid, is gewoon de sociale omgeving die is veranderd. We weten dat er een heel sterk verband is tussen eenzaamheid en extremisme en eenzaamheid en radicalisering. En als er iets is wat die sociale media, de smartphoneverslaving en al die schermen in onze omgeving hebben gedaan, is dat ze een soort van valse belofte hebben gedaan van contact en van connectie, die tot op zekere hoogte echt kan zijn, maar die vooral blijkt af te leiden van echte connecties en dus misschien wel eenzaamheid heeft vergroot. Dus volgens mij gaat het, en dat hoor ik nog niet zo heel veel, maar de rol van eenzaamheid hierin. Wat ik wel grappig vond is dat we hebben natuurlijk allemaal inderdaad vanuit huis geopereerd de afgelopen tijd. En laatst waren we met de wagen bij elkaar, even in een hele grote ruimte, een grote tuin, konden we allemaal bij elkaar zijn. En toen dacht ik de dag daarna, wat is er nou gebeurd? We hebben een soort alsof je deeg kneedt, alles komt weer bij elkaar en dan ontstaan er gluten en elasticiteit. Ja. En ik heb heel sterk het gevoel dat die elasticiteit uit onze samenleving raakt als we allemaal opgesloten zijn in ons eigen
huis, ja, dat er gluten niet bijkomen en dat we niet, ja, die samenhang kwijtraken. En ik denk dat dat zeker een factor is. Je moet ook, we hebben al een aantal factoren, want natuurlijk zijn die algoritmes versterkend voor datgene wat negatief is, dat weten we inmiddels. Daar wordt meer aan verdiend. Er zijn partijen die er ook echt baat bij hebben als die negativiteit versterkt wordt en die aanvallen op personen. En als het bepaald soort dingen discussies ontsporen. We hebben de COVID, de eenzaamheid en dat we niet voldoende met elkaar op een normale manier met elkaar in gesprek zijn en cohesie vinden en elasticiteit in de organisatie. En het probleem natuurlijk ook is dat die platforms, voor zover ze gemodereerd worden, ze niet gemodereerd worden vanuit maatschappelijke actoren, maar vanuit ergens onzichtbare, ja, plekken waar men waar hele mensen die niet accountable zijn, daarover gaan. Dus dit, ja, zijn nog geen normale publieke ruimtes, waar op een normale manier een gesprek gevoerd wordt dat wel en niet kan. We hadden het net over anonimiteit. Maar er is best een manier te vinden waarop je en anonimiteit kunt garanderen, maar toch mensen kunt terugvinden op het moment dat ze zich misdragen. Mm-hmm. En dat systeem hebben we nu niet. Digitale identiteit, dan moet je daarvoor op een andere manier ontwerpen dan we nu hebben. Dat kan, maar dan moeten we dus niet onze digitale identiteit laten managen door Facebook. Want die wil dat niet. Dus die heeft ook veel baat bij dat wij denken anoniem te zijn, terwijl zij wel alles van ons weten. Dus ja, ik denk dat ik ben heel erg voor een herontwerp op een aantal punten van het internet. Dus als we zeggen het internet is te repareren, dan zullen we een aantal kerncomponenten op een andere manier moeten inrichten om te zorgen dat je zowel die anonimiteit als de aansprakelijk en ook terug te zoeken is op wie op het moment dat je werkelijk je grenzen overgaat. Dat zijn dus niet, vaak worden dat als als valse tegenstellingen genoemd. Ja. En net als dat je gezegd wordt, we hebben een COVID-app, maar dan moet je je privacy prijsgeven. Dat hoeft niet. Dat zit in het ontwerp van het internet. En daar moeten we ook echt aan gaan werken. Oké. Okay. Nou, ik hoop dat het even, Emmanuel, ik hoop dat ik nu gewoon Marleen heb laten uitspreken. Want ik kreeg me enorm aangevallen, omdat ik op een gegeven moment... Sorry, Emmanuel. Marleen, heb je dat, volgens mij heeft ze nu toch wel inderdaad haar zegje kunnen doen. Maar naast het hele herdesign van het internet... En naast constateringen dat mensen negativiteit hebben vanwege bepaalde redenen, dat hebben we natuurlijk altijd gehad in discussies. En we hebben eigenlijk ook gewoon, ja, de mogelijkheid, free speech, hebben wij hoog hier in het vaandel zijn. Vooral als we met mensen waar we het niet mee eens zijn, wat uitermate irritant is, ben ik helemaal eens. Maar als we nou ook proberen binnen de bestaande platformen die er op dit ogenblik zijn, kunnen ze opbreken, gaan laten onderwerpen. Maar is er iets wat we kunnen doen op dit ogenblik om op een gegeven moment naar de volgende stap te gaan? Maar alleen door een complete redesign en zorgen dat identiteit goed ingericht wordt, andere platforms. Maar zijn er simpele stappen die we binnen onze omgeving, hè, zeg maar Nederland, de Nederlandse politiek, een beetje Europa, dat we kunnen doen om die negativiteit een beetje in te dammen? Wie kan daar iets van zeggen? Nou, ik kan wel even wat... Een van de kerndingen dus volgens mij is die eenzaamheid. En daar is nu in lockdown en met al die anderhalve meter regels, dat is best lastig om dat nu goed aan te pakken. Maar uiteindelijk komt het neer op sociale cohesie. En in die zin bieden sommige sociale media platforms best wel hoop. Hè? Als je kijkt naar de sfeer die op buurt WhatsApp groepen nu heerst. Van elkaar helpen en een pannetje soep naar de buurvrouw brengen. Of... de berichten die mij wel bereikt in het begin van de lockdown, dat hulpplatforms meer aanbiedingen kregen van hulp dan vragen. Het internet biedt allerlei mogelijkheden om cohesie en samenhang te organiseren op goede manieren. Alleen dat lukt nog niet op maatschappijschaal. Maar op zich, als er één ding is waar die sociale media goed in zijn, is dingen opschalen. Dus de zaakjes voor het betere gebruik van sociale media, die zijn er al. Alleen moeten die nog even het gif weten te verdringen. Ja, ik denk ook als je kijkt naar... Want het is niet, ik zie het niet alleen maar als negativiteit dat er op social media gebeurt. We hebben natuurlijk ook gezien met de bosbranden in Australië, hoe dat een soort van viral gaat, dat mensen daar geld voor doneren. En dat je daar, zeg maar, je kon er niet omheen of het ging alleen maar daarover. Daar zie je dan wel weer die... Dat, in ieder geval zoals heb ik het ervaren, dat mensen elkaar daarin gaan ondersteunen en dat er donaties gedaan worden en dat social media daar een hele mooie grote rol in gespeeld heeft. Dus ik denk ook als je ziet nu qua ontwikkelingen binnen social media, met Doneer Nu bijvoorbeeld, dat er wel
ontwikkelingen ook zijn die positief zijn, die daar aan bij kunnen dragen. Alleen het zou veel meer kunnen. En ik geloof ook dat de overheid daar een rol in zou kunnen spelen door dat aan te jagen en aan te dikken en daar de focus op te leggen. Maar goed, dat zie ik binnen het platform ook ontstaan, laat ik het zo zeggen. Ja, als je nu kijkt, ik vind toch inderdaad dat voor de eerste keer hebben die advertisers hebben zich verenigd. Die hebben dan die hebben in ieder geval een teken gegeven. En ze krijgen de aandacht van Cheryl en van Mark. Dan zegt hij wel na zo'n gesprek dat ze wel weer terugkomen. Hij is daar behoorlijk cynisch over en dat soort dingen. Maar het zijn toch gewoon een paar honderd companies. En die toch echt hun advertising zijn gepauzeerd. Geeft dat ook niet mensen binnen Facebook en ook mensen binnen het congres, die toch eigenlijk de regels maken voor Facebook, de ruimte om echt stevig Facebook aan te pakken? En ook binnen Facebook, mensen die dat graag willen, de ruimte. Want het zal toch een beetje van verandering van binnenuit moeten komen. Niet alleen maar van het herdesign of andere platformen die het beter doen. Maar heb jij nu het idee, Vincent, dat in dit geval toch ook de macht van de consument en de manier waarop dit gegroeid is naar inderdaad een paar honderd bedrijven, waaronder ook ontzettend grote en ontzettend invloedrijke, de Unilevers, Starbucks enzovoort. Het zijn honderden bedrijven die dat nu doen. Er is een soort, ze hebben een soort people power, een soort consumer power nu gaande, die we een paar maanden geleden in deze vorm in ieder geval onmogelijk hadden geacht. Zoals je het op het moment dat er een consumentenboycott ontstaat, dat is het ergste wat Facebook kan overkomen. Of als het volgende week Apple of Starbucks of een ander bedrijf overkomt wat een hoog publiek profile heeft. Ik vind het daarom zo fascinerend dat het volkomen ongeorganiseerd van onderop met enorme groepen consumenten die zeggen van enough. Zo goed als ze ook zeggen over racisme. Genoeg. Ik heb bij mijn laatste boek aan het herschrijven en daar een groot hoofdstuk in over people. De macht uiteindelijk van die mensen kunnen opbrengen op een ongeorganiseerde manier. Maar als ik jou je vraag zou voorstellen, dan kunnen we naar de forumleden. Dan leg jij daar op zijn minst minder nadruk op, Vincent. Ja, nou, in ieder geval wat ik hier zie, als dit soort type mensen, hè, dat de World Federation of Advertisers, als daar de CEO zegt, hey, dit moet gewoon veranderen, anders dan komen wij niet terug. Geld is in ieder geval belangrijk voor die organisaties. Geld betekent ook stemmen, betekent ook hun reputatie. En als Facebook het doet, dan doen de anderen het ook. Ik ben altijd Mr. Positivo. Ja. Dan vraag ik meteen, Marleen, wat denk jij hiervan? Van, is dit alleen maar een rimpeltje of kan dit ook nog gewoon positieve gevolgen hebben? Nou, ik denk dat dat gaat over de combinatie van zaken. Dus er is geen one silver bullet. Dus zeker niet als uiteindelijk adverteerders weer geïsoleerd komen te staan. Dus ik denk, er werd al gerefereerd aan wat er door de Europese Commissie over het verbod op persoonsdata gebaseerde advertisement. Nou, dat is een hele belangrijke. Ik heb deels ook het idee dat je dat kleedje onder die platforms weg moet trekken. Omdat zij nog steeds ervan uitgaan dat ze die data mogen hebben. En dat zij dus ons mogen manipuleren op basis van die data. Dus het recht om niet gemanipuleerd te worden is iets wat misschien ook pas langzamerhand tot doordringt. Omdat we heel lang hebben gedaan van het maakt me niet uit dat ze weten dat ik. Dus dat idee van ik heb niks te verbergen. Nou, daar zijn we weg aan het raken. En als zowel de politiek als de burgerrechtenorganisaties die zichzelf stevig melden, als de advertisement, als dat we goede alternatieven laten zien, dat de alternatieven mogelijk zijn, die niet gebaseerd zijn op diezelfde manipulatie en gebaseerd zijn op publieke waarden, dan begint er iets af te tekenen. Ik probeer bijvoorbeeld ook de publieke sector ervan te overtuigen dat zij zelf niet publiek geld naar dit soort partijen mag brengen. Dus geen kinderen onder de 18 in Google Clouds. Gewoon niet. Dus onderwijssector, u gaat maar iets anders proberen, maar niet nadat we ook geen learning analytics door dat soort partijen. Dus het moet gewoon niet vanzelfsprekend meer zijn dat je dat zomaar doet. Net zoals het niet voor advertisement, maar ook niet voor ons aanbestedingsbeleid, niet hoe gemeentes omgaan met geld, niet hoe zorgorganisaties mee omgaan. En op het moment dat je de hygiëne terugbrengt in dit domein, zoals we dat ook met voedselveiligheid doen, zoals we dat met de farmaceutische industrie ook doen, dat je niet zomaar iets even kan uitproberen. Dat doen we ook niet met medicijnen. Daar heb je allerlei testtrials voor nodig. Je hebt tientallen instituties die zich ermee bezighouden. Het idee dat dit zomaar een soort eigen
vogel zijn eigen beheren, dat zichzelf zou wel zou kunnen beheren, dat is voorbij. Gewoon definitief voorbij. Dus ja. Een hele belangrijke is op het moment dat sociale media platforms wel gezien worden als uitgever, zijn ze ook volledig hun positie als de zogenaamde doorgiftepartij kwijt. Dat is ook een belangrijke zaak die nu speelt. Ze hebben dat ooit ergens met Bill Clinton toen nog georganiseerd, dat zij onder de telecomwet als een neutrale doorgifte. Ze zijn niet neutraal, ze verdienen eraan. Ze hebben algoritmes die bepaald soort content naar voren halen of naar beneden duwen. Dus zij zijn gewoon uitgever. Op het moment dat je dat verandert in de wet, ontstaat er een totaal ander landschap. Dus sommige dingen kun je volgens mij vrij eenvoudig fundamenteel veranderen. Ja, dat zou inderdaad een hele simpele regel zijn. Je ziet ook wel wat momentum voor dat soort veranderingen. Sowieso in de EU is al langer wat meer een vliegwiel op gang om die techreuzen aan banden te leggen. Maar ook in de VS, die discussie over moet het een uitgever zijn of moet het uitgezonderd zijn van censuurdingen. Die speelt ontzettend op, zowel aan de linker als de rechterkant. Je ziet aan de kant van Trump, die is bang voor censuur en wil daarom de techreuzen aanpakken. En wat linksere presidentskandidaten, die hameren op de macht van Big Tech. En dus maar vanuit die twee verschillende aanvliegroutes wordt de conclusie bijna hetzelfde. Namelijk, die techreuzen die moeten worden aangepakt. En het momentum daarvoor groeit in Europa, maar ook aan de andere kant van de oceaan. Moet Europa hier Europa een voorlooprol in spelen, denk je? Nou, dat hebben ze natuurlijk rondom de privacywet, GDPR, wel gedaan. Dat is een vrij revolutionaire wetgeving, wat je er ook van mag vinden met al zijn kinderziektes. Maar dat er een hele grote corpus aan nieuwe wetten is gekomen en regels voor privacybescherming. Dat raakt aan precies wat Marleen zegt, dat we met z'n allen wat meer hygiëneregels bedenken voor hoe we met data omgaan. Maar het biedt ook vooral partijen en bedrijven die zich daar wel aan willen houden, de kans om dat als een unique selling point in te brengen. En dus bijvoorbeeld wel in aanmerking te komen voor een bepaald soort aanbestedingsprocessen en regels. Dus er moet ook een interessante wortel hangen. En op dit moment, als je langs de regels van de Silicon Valley het spel wil gaan spelen, of die van China, dan heb je geen enkele schijn van kans. Dus dat kun je net zo goed vergeten. Je kan pas vanuit Europa, vanuit Nederland weer meedoen aan dat spel, als je zegt, maar wel andere regels. En als je die regels gaat handhaven, dan ontstaat er ook weer heel veel bedrijvigheid in die kant. Soms ben ik ook wel bezorgd, en dat heb je ook wel mooi beschreven in je boek, maar dat zie je nu, zie je daar de prijs die we ervoor betalen, namelijk het feit dat wij in de laatste jaren een soort datakolonie zijn geworden van Amerikaanse en in toenemende mate Chinese bedrijven, zonder daar echt iets zelf tegenover te zetten als Europa. Er zijn geen Europese datareuzen, er zijn geen Europese sociale media giganten. En ja, dat wreekt zich nu. We zijn totaal afhankelijk geworden van bedrijven waar we alleen maar een beetje achteraf regeltjes voor kunnen maken, in plaats van dat we ze aan het begin al kunnen bijsturen. Waar ik dus benauwd van ben, sorry, nog even, is dat wij dan proberen Europese reuzen te bouwen op dezelfde businessmodellen als die van de Silicon Valley of dezelfde staatsmodellen als China. Als we dat goed doen, dan zorgen dat wij die publieke waarde verankeren en toch stevige, goede verdienmodellen vinden, maar niet gebaseerd op surveillance kapitalisme. Ben je daar optimistisch over? Want een van de lessen van de dynamiek van internetbedrijven is dat het gewoon monopolies worden. Hoe groter, hoe beter. En als je als eerste de grootste bent, dan blijf je waarschijnlijk ook de grootste. Dus er zit wel degelijk een voordeel in heel snel accumuleren van kapitaal en data. En dat botst een beetje met het voorzichtiger en meer op publieke waarde gebaseerd aanpakken. We moeten ook het economisch denken en hervormen. Dus we hebben heel veel te doen hier. Je hebt een rare vriend in deze. Donald Trump is ook al mee bezig om Twitter en Facebook als uitgever te definiëren. Wat zou dat... Is dat zo? Is hij daar... Hij is natuurlijk ontzettend pissed off dat Twitter op een gegeven moment vlaggetjes begon te plaatsen van deze informatie klopt niet. En kan hij dat eigenlijk gewoon doen in Amerika? Nee, dat kan sowieso niet, denk ik. Ik ben geen jurist op dit terrein en sowieso geen jurist. Kijk, wat Trump natuurlijk probeert en voortdurend doet, is voor een aantal dingen terugtrekken. Kijk nu bijvoorbeeld naar het coronaverhaal, daar heeft hij even niks mee te maken. En op het moment dat hij wel ergens invloed doet, dan knalt hij er gewoon in. En vandaar ook zijn interventie onder andere bij Facebook, omdat hij het gevoel heeft de controle niet te hebben.
Maar ik denk juridisch, wetgevend, dat hij geen poot heeft om op te staan om... ja hoor, hij kan gewoon... Natuurlijk, want het feit dat zij dus niet als uitgever worden gezien, is ook op basis van wetgeving. Dus je kan gewoon wetgeving ontwikkelen die zegt dat... Dus je kan datgene, die uitzondering die voor hen is gemaakt, kan je intrekken. En je kan vervolgens tot uitgever... Dus je kan via wetgeving dit doen. En sterker... Maar daar gaat de congres erover en niet Donald Trump, lijkt mij. Ja, oké, okay, ja. Ja, zeker. Die moeten via congres doen. Maar die bedrijven die sorteren hier ook al op voor. Hè. Dat zie je. Je kunt het misschien een wassen neus noemen. Maar Facebook is echt al bezig om een soort nieuw hoge rechtshof vorm te geven. Bestaande uit allerlei oud-politici. Om de oordelen te vellen over censuurzaken en over nepnieuws en wie wel en niet in de algoritmes voorrang moet krijgen. En Twitter is onlangs, zoals Vincent net ook al zei, begonnen met het censureren van tweets van Trump. Dus die nemen hun rol als uitgever in ieder geval steeds serieuzer. Dus die beweging, dat vliegwiel, is wel op gang gekomen. Ja, nou vinden de mensen daar, zijn daar ook dus weer, dus Mac experts, als we het hebben over anoniem, Mac expert 74. Die vindt dus dat de inperking van vrijheid van meningsuiting, die heeft daar dus grote problemen mee. Ik zit ook heel veel een beetje in die weltschmerzwereld, waar mensen ontzettend boos zijn over censuur. Want daar wordt dan heel vaak kritiek geleverd op de WO. En dan verdwijnen gewoon dingen van Twitter en die dingen verdwijnen van YouTube en die verdwijnen van Facebook. En dan ga je van dat soort techplatformen, die moeten dan maar proberen om een gerechtshof te zijn, om op te bepalen wat wel toegestaan is en wat niet toegestaan. Dat is natuurlijk ook echt ontzettend krom. Ja, maar laat me zien hoe onwenselijk het is dat die bedrijven dat uitmaken. En of ze nou goede beslissingen nemen. Het is ook totaal absurd. Dat kan ook helemaal niet. Dus we behandelen dat soort bedrijven als een soort soevereine staten. Maar we hebben... Echt, dit vraagt echt om politieke moed. En het vraagt om eventjes je principes weer even op scherp te krijgen. En daar gewoon gestaag aan te werken. Maar er zijn ook voorbeelden waarbij je, hè, als je zegt naar een herontwerp, dan moet je naar sociale media. Waarbij je veel meer vanuit gedistribueerde omgevingen gaat. Waarbij moderatie dus op verschillende servers kan plaatsvinden vanuit verschillende perspectieven. Als zo'n server zich niet aan de regels houdt die in een land of dergelijk, dan kan je dat altijd nog aanpakken. Maar dat betekent dat er niet één ergens, nou, zo'n soort supra-raad die voor Mark werkt. Dat is dus bizar dat we dat toestaan wereldwijd. Dit vind ik wel een punt, want eigenlijk is één tweet helemaal niet zo belangrijk. Of één post is helemaal niet zo belangrijk. Het gaat vooral om dat de algoritmes het oppikken en dat dan echt verspreiden, zodat miljoenen mensen ernaar kijken. Die outrage media, wat inderdaad gewoon geoptimaliseerd is. Hoeveel kliks krijg ik hiervan? Want hoeveel kliks betekent tijd en tijd betekent advertenties. Dus dat is zeg maar wat we moeten optimaliseren. En dat is ook wat we moeten gaan modereren. Maar hoe we dat inderdaad gedecentraliseerd moeten doen voor elk land en voor elke gemeenschap, lijkt me heel moeilijk. Ik wil even Eva vragen. Je hebt nou gezien van dat in Amerika hebben ze het voorbeeld gegeven, 1000 bedrijven. Is er al iets in Nederland van bedrijven die zich hebben verenigd en die zeggen, wij willen gewoon dat de social media clean is, of dat de extremen weggaan, of dat niet alleen maar de flanken worden bevorderd. Is er al enig denken in jouw wereld gaande? Of zijn die alleen maar bezig met kliks en optimalisering en waar krijg ik mijn meeste geld en dat soort zaken? Nee hoor, het is wel iets wat nu aan het spelen is. We merken ook vragen vanuit onze klanten, hè, dat ze zeggen, ja, dit is er nu gaande. Wat vinden jullie daar dan van? En wat voor rol zij daar zelf in zouden moeten spelen? Die hebben meer zoiets van, er speelt nu iets, wat moeten wij daar dan van vinden? En daar zijn ze nog heel erg zoekend in. Dus ik denk dat zij meer in de fase zitten van, er ontstaat nu iets, wat moet ik daar nu mee? Want ik denk ook, want we hadden het er net al over van het effect daarvan. Maar als je ziet dat die 10 grote spelers dat nu doen, maar de grote massa, waar echt het geld zit, zit niet bij die grote topspelers, maar dat zit bij al die MKB-organisaties. Daar zit zo'n grote massa in qua aantallen. En dit zijn een aantal spelers. Maar als je dat zou definiëren in aantallen, nou, dan weet ik niet over hoeveel je het dan wel niet hebt. En daar zit het grote geld in. Dus maar even los daarvan, je merkt ook dat die groep, want daar hebben wij ook mee te maken, dat die daar wel vragen over gaan stellen. En als zij Hans Vries vragen, dan laten we dat, is het moeilijk om daar een standpunt in te nemen. En, maar ja, weet je, de gedachtegang daarachter is natuurlijk goed dat het gebeurt, dat er over nagedacht wordt. Dat vind ik al een hele verandering ten opzichte van een paar maanden geleden, waren de mensen nog niet zo mee bezig.
Zou het tot de mogelijkheden behoren dat al die adverteerders iets van 2%, 5% van hun budget ter beschikking gaan stellen voor een alternatieve sociale platformontwikkeling vrij van die manipulatie? Er is een initiatief Public Spaces waar al heel wat beweging is. Er zijn heel veel ontwikkelaars in dat vlak, dus Next Generation Internet ontwikkelingen. Er is echt wel momentum, maar het zou fantastisch zijn als adverteerders zeggen, wij willen dat daaraan bijdragen, zodat er een alternatief komt voor die platforms waar we zo ongelukkig mee zijn. Of waar we wel bereik hebben, maar niet het gevoel hebben dat we echt tot ons recht komen, omdat we meehelpen aan een... Ja, het lijkt mij zeer ongemakkelijk om je advertentiegeld neer te leggen bij Mark. Lijkt me gewoon niet lekker. Ik heb zo'n gevoel van, als het over optimisme gaat, laten we het gewoon met elkaar maken. In plaats van zo met de pootjes in de lucht hangen van, oh god, al die vervelende Silicon Valley figuren, die hebben het bepalen het voor ons. We hebben gewoon nuttige inventiviteit hier in Europa, hier in Nederland. Het is echt geen rocket science, we kunnen dat. Maar we moeten wel met elkaar die middelen bij elkaar brengen. Dat is deels publieke middelen van de overheid, maar deels zou ik denken ook het geld van adverteerders die een alternatief zoeken. Maar dan zou ik dan als ik iets over mag zeggen, kijk, helemaal voor corona, voor George Floyd enzovoort, zag je natuurlijk in de Verenigde Staten al een beweging, ook met name ook weer vanuit consumenten en vanuit consumentenorganisaties of allerlei andere organisaties, waarbij er ontzettend veel meer op bedrijven wordt gelet. Doe je het wel goed als het gaat om klimaat? Doe je het wel goed als het om homorechten gaat? Doe je het wel goed als het om gelijkheid tussen mannen en vrouwen gaat? Zeg maar, de accountability van bedrijven is onder druk van consumenten echt ontzettend veel gegroeid in de periode hieraan voorafgaand. En dat stopt ook niet meer. Dat wordt ook niet minder. Dus ik denk dat wat je nu ziet met de katalysatorfunctie die we nu zien van alle ontwikkelingen die nu gaande zijn, ik denk dat het echt vrij snel gaat. Europa kan, dat weet ik niet zo, maar wat ik in de Verenigde Staten nu zie, gaat dat echt ontzettend snel. En het feit dat zoveel CEO's nu, weliswaar kun je zeggen, alleen maar woorden, geen daden, zeggen people over profit, dat was 10 jaar geleden in deze vorm ondenkbaar. En ze zijn aanspreekbaar. Een heel concreet voorbeeld, Walmart, grootste winkelketen van Amerika, een van de grootste wapenverkopers van Amerika, guns, die zeggen nu, de status quo is unacceptable vanwege het geweld voortdurend. Dat soort dingen waren een tijdje geleden ondenkbaar en zul je nu alleen maar meer en meer gaan zien. Ik ben daar eigenlijk wel optimistisch over hoe dat uiteindelijk zich gaat ontwikkelen. Daarom heb je er ook een boek over geschreven. Ik wou graag nog eventjes zeggen van, er is zoveel invloed van social media over het klimaat en over Black Lives Matters, dat er nu ook weer een verschijnsel is dat mensen zich geout voelen. Dat ze echt zeggen van, ik word gewoon compleet gemarginaliseerd omdat ik niet het goede standpunt heb over Black Lives Matter, over klimaat. En dat geeft mij dus gewoon niet meer een open debat. Mijn vrijheid van meningsuiting wordt zeg maar gedaan. En het zijn hele indrukwekkende groepen mensen die nu, 1000 mensen die nu dit manifest hebben getekend, die zeggen van, joh, je wordt gedwongen op social media om de juiste oordelen zeg maar te vormen. En als jij gewoon niet zegt dat Black Lives Matter helemaal gelijk heeft, dat het grote probleem is, dan heb je daar gewoon gigantische problemen mee. En moet je deze lijst zien, wie daar allemaal bij zit. Het is echt gewoon een ongelooflijke, indrukwekkende denkers die zeggen, het vrije debat wordt bedreigd door gewoon de dwang die vanuit social media, zeg maar, vanuit de goede standpunten, die, of als je liberaal bent, wordt dat op een gegeven moment wordt dat veel te dominant. Wat denken jullie daarvan? Dit is wat je nu ziet gebeuren op sociale media, dat heet in het Engels mob rule. In het Nederlands ochlocratie, dat is het recht van de meute. Het zijn boze zwermen die andere mensen monddood maken. Dat heeft niks meer te maken met een vrij debat of democratie. Sterker nog, democratie is ongeveer uitgevonden om het recht van de meute in te dammen. Dat de tirannie van de meerderheid niet de minderheid eronder kan drukken. En de tirannie van de minderheid de meerderheid al helemaal niet. Mm-hmm. Dus ja, ik zie heel erg wat deze mensen bezorgd uiten in deze brief. Die cancel culture, de doorgeslagen correctheid. En als je daar niet aan voldoet, boze zwermen die jou proberen monddood te maken, verdacht te maken. Het gaat niet meer om de inhoud, maar om je morele inferioriteit. Ik maak me daar ook grote zorgen over. Ja, ik vind het een beetje problematisch. Want kijk, we zien ook voor het eerst dat er enige wind in de zeilen is om al die bizarre standbeelden omver te trekken. En ik vind het eigenlijk, dat vind ik wel eens heel prettig. Dus ik vind het heel fijn dat adverteerders
eindelijk een keer melden van we willen niet bij dit soort media meer adverteren. Dus dat stuk van cancel culture, ik denk dat ik daar ook eigenlijk heel blij mee ben. Dat mensen zich over hun eigen privileges moeten nadenken. Dat het wat minder gemakkelijk is voor mensen om daar aan voorbij te gaan. Dus ik vind het best problematisch. Er zijn heel veel dingen tegelijkertijd gaande. En die meute, zoals jij dat beschrijft, ja, dat heeft heel veel te maken met die andere mechanismen die we net hebben besproken. Maar kritischer naar je eigen uitingen te kijken en vind ik helemaal nog niet zo slecht. Nee, maar in plaats van... We komen net op het punt dat met Black Lives Matter, dat plotseling inderdaad het gesprek verandert. En dat er een stem komt voor iets wat geen stem had. En precies op dat moment gaan deze mensen allemaal zeggen, ja, nou, daar moeten we eventjes mee ophouden. Dat hadden ze al, waardoor je vorig jaar ook al kunnen doen. Ja, niet net, natuurlijk niet, in een land wat toch overwegend als heel conservatief en rechts wordt gezien, nu een heftig debat gaat onder het motto, ben ik links genoeg? Dat is wel interessant, toch? Nee, dat is toch heel raar, dat ze nu plotseling zeggen, oh, wat, dus, dan voel ik me heel erg aangevallen. Ja, ik denk, een stevig debat aangaan. Ik snap het zelf wel. Ik bedoel, ik heb dat zelf ook gehad. Toen ik een beetje, zeg maar, aandacht vroeg voor Maurice de Hond en Virus Waanzin, een beetje alternatieve manieren om tegen COVID aan te gaan. Ik werd echt gewoon van alle kanten werd ik belaagd dat ik gewoon het foute standpunt had. Ik ging niet mee met de mainstream. En ik vind dat iedereen het recht heeft om gewoon zonder aangevallen te worden door social media matches, om op een gegeven moment dat ik het verkeerde... Maar dat is, kijk, het hele verhaal van die aerosols was gewoon een verhaal wat al in maart al veel eerder bestond. Mark was zeker niet de enige die daar mee kwam. Dat was gewoon een ander. Dus ik vind het totaal legitiem dat hij dat precies. Daar waar het doorschiet, is waar mensen vervolgens weer helemaal in alle conspiracies gaan trekken. Deze case is op zich verschrikkelijk interessant. En het is bizar inderdaad dat de WHO en ook de RIVM de aerosols aanpak niet serieus heeft meegenomen. Net zo goed als het bizar is dat ze allemaal dachten dat een app het allemaal wel zou oplossen. Dus er zit heel veel wensdenken in die instituties die we hebben. En die moeten inderdaad gewoon aan de orde gesteld worden. En die mensen moeten de ruimte krijgen om dat te kunnen vertellen. Maar conspiracies worden en anti-vaccine, daar begint het wel echt gevaarlijk te worden. Ik kom tot een afronding. Ik zit naar de tijd ook een beetje te kijken. En aan jullie alle drie, wat mij betreft, dezelfde vraag. Ik begin bij jou, Eva. Probeer eens vrijdenkend, 5 jaar vooruit. Dan zitten wij, stel, weer hier bij elkaar. Misschien hebben wij nog betere apps en misschien een ander internet. Maar tussen nu en 5 jaar, wat gaat er gebeuren? Waar hebben we het over 5 jaar over, denk je? Nou, met betrekking tot dit onderwerp. Dan denk ik dat privacy nog steeds een heel belangrijk onderwerp gaat zijn. Dat is iets wat blijft. En ik denk dat ondanks de wetgeving zit er nog zoveel mazen eigenlijk in de wet. Daar gaan we over 5 jaar nog steeds over hebben, denk ik. Ik denk ook dat de discussie blijft bestaan tussen... als je het hebt over die privacy, van tot hoever kun je gaan. Ook als we het hebben over die algoritmes, gaan we nog steeds... Die blijven voor ons altijd ontoereikend, om het zo te zeggen. Ik hoop over 5 jaar, dat kan ik meer uitspreken, is dat we transparanter zijn in de communicatie naar buiten toe vanuit social media. Helder, Marleen, over 5 jaar, waar hebben we het over? Nou, dan hebben we het internet gerepareerd. Dat gaat gewoon gebeuren. Ja. Dus gewoon, al die dingen die we besproken hebben, komen bij elkaar. En we zorgen dat we op een aantal van die dingen die nu niet goed ontworpen zijn, dat we die beter ontwerpen, dat we er beter toezicht op houden, betere vormen van governance en van moderatie vinden. En dan hebben we er gewoon, gaan we gewoon doen. Dus als we over 5 jaar met elkaar spreken, dan praten we over die nieuwe generatie internet. En dan zien we dat het mogelijk is om sociale media te hebben met alle leuke dingen van dien, met af en toe een probleempje, maar niet met die gigantische misgelopen situatie waar we nu mee zitten. Laatste woord aan jou, Wouter. Als je dat wil zien, even allemaal even dit boek, zeg maar, je kunt het kopen en lezen. Op Storify kun je het ook luisteren, dan lees je het voor. Vind ik een geweldig boek, dus aanbevolen. Wouter. Ja, ik denk, ik ben misschien wel de meest pessimistische optimist die je ooit gaat ontmoeten. Want ik denk eerst dat het veel slechter gaat worden en daarna wordt het beter. Ik denk dat we in allerlei hele grote transformaties zitten op dit moment. Economisch, sociaal,
En ook qua instituties, die hele bottom-up beweging, daar zijn we echt nog niet klaar mee. En dat wordt gewoon de nieuwe modus. En ja, ik denk over 5 jaar dat we nog steeds in die transformatie zitten en er nog niet uit zijn. Oké. Vincent? Ja, ik ben ontzettend blij en optimistisch eigenlijk over het social media. En, maar ik merk wel dat het... Dat die intimacy die ik vroeger had met Twitter en hoe je daar zeg maar hoe je daar ontzettend discussies kon krijgen, dat lukt bijna niet meer. Wat dat betreft heb ik het gevoel dat ik op het verkeerde medium zit. Ik zit nu ook op LinkedIn tegenwoordig. Mijn kinderen hebben me gedwongen om op Snapchat te zitten, om elke dag een snap te doen met een aantal mensen en zelfs ook op TikTok. Ik merk dat ik een ontzettende conservativiteit heb om naar andere netwerken te gaan. Dus ik moet weer, en daar is COVID ook wel heel goed voor, ik ben weer helemaal alles aan het openzetten, andere dingen aan het kijken. En ik denk dat ik over 5 jaar, dan heb ik echt gewoon me ingezet bij de nieuwe politieke campagne, om op een gegeven moment die negativiteit uit social media door middel van slimme wetgeving, betere advertentierules en ook gewoon een inzet van onszelf beter te maken. Dus dat is zeg maar, dan zitten we midden in een campagne waarbij goede wetgeving vanuit Europa naar Nederland is gekomen. En dat we daar zeg maar een positieve draai in kunnen geven. Dat denk ik dat we over 5 jaar doen. Ja. Ik denk dat ruimschoots binnen 5 jaar ook die Fridays for Five veel en veel meer verantwoording zullen moeten afleggen aan de politiek, aan het publiek. En ik denk dat we over 5 jaar zullen zeggen, oh, weet je nog, die Fridays for Five, die zullen niet weg zijn over 5 jaar. Dat is belachelijk om dat te veronderstellen of te verwachten. Ik denk wel dat we dan vast kunnen stellen dat er een aantal businessmodellen en een aantal bedrijven zijn waarvan we dan zeggen van, kun je nog voorstellen dat die bedrijven niet bestaan? En die dan een deel van de markt hebben ingepikt of ingenomen, of we hebben ze een deel van die markt gegund, op een manier en met een aanpak en een businessmodel wat we nou nog niet konden verzinnen. Zodat we ook niet, zoals ook niet heel lang geleden, noem eens wat, Netflix niet konden bedenken, of Airbnb of Uber, is ook gebeurd, heeft ook de markt ingenomen. Zal niet anders zijn in de komende 5 jaar, schat ik. Met een goede governance. Dank jullie wel allemaal. Dank je wel Marleen, dank je wel Wouter, dank je wel Eva. Het was weer een goede discussie. Hartstikke mooi. We gaan de livestream afsluiten. Ga niet meteen weg. Dus dank jullie wel allemaal voor het kijken. En gooi deze discussie door. En we zien elkaar weer volgende week. En abonneer je op die... Abonneer je op